hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 21 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is mijn opa jarig. Hij viert het niet verder. Mijn vader gaat er wel even heen, maar verder doet hij er weinig aan. Ik heb vorige week bij mijn moeder heb ik een kaartje achtergelaten voor mijn opa. Want eerst was het plan dat ik hem naar mijn vader op zou sturen. Want als ik hem zelf op zou sturen, was hij vorige week al op de bus gegaan. Ja, het is gewoon een beetje stom als een kaart op vrijdag of zaterdag al aankomt, terwijl je woensdags pas jarig bent. Dus dat zou ik eerst doen. Maar toen hoorde ik dat mijn vader nog bij mijn moeder langskwam. Ik denk, nou, dan laat ik hem daar gewoon achter. Dat is dan net zo makkelijk. Dus, die heb ik in ieder geval achtergelaten. Vind ik altijd wel leuk, eventjes een kaartje sturen. Dat vind ik zelf ook altijd heel erg leuk als iemand mij een kaartje stuurt voor mijn verjaardag. Dus ik vind het altijd wel leuk om te doen. Dus dat heb ik mooi gedaan. Heel blij dat hij in ieder geval weer een jaartje ouder heeft mogen worden. Laten we hopen dat het nog vele jaren mogen zijn. Maar deze heeft hij in ieder geval weer mooi meegepakt. Ik heb net mijn moeder even geholpen met de boeken, want ze was al door haar boek heen en ze kreeg het tweede boek maar niet geopend. En het is een beetje lastig, want zij is Windows gebruiker en ik ben Apple gebruiker. Dus ik moet heel erg focussen van hoe zat het ook alweer bij Windows, want ik gebruik al zulke jaren geen Windows meer. En het interface van Windows is helemaal veranderd, dus ik vond het een beetje lastig. Dus ik zei op een gegeven moment, nou, we kregen het niet voor elkaar. Ik zeg, kan het niet op je tablet? Maar daar gebruikten ze een ander e-mailadres. Dus ik zeg, nou, dan moet je die maar eventjes doorappen. Dan kan ik hem daar wel even heen mailen. Dan zou ik er vanavond even verder helpen. Maar ik heb het cadeau voor Lente binnen. En die ga ik even laten zien. Ik zal eerst even het doosje openmaken. Dat is wel zo handig. Laat ik beginnen dat ze er een heel handig lijstje is gemaakt voor Lente, haar verjaardag. Wat de wensen waren. Wat de ouders leuk vonden als Lente dat zou krijgen. Er stond een setje op voor in de zandbak. Lente heeft van mijn oma een zandbak gehad. Of nou ja, zandbak. Het zijn twee van die schelpen. Die kun je op elkaar doen. Maar die kun je dus of met water vullen of met zand. Er vliegt hier weer een vlieg. Want die is natuurlijk net naar binnen gekomen toen ik dat pakketje pakte. Hij is fijn. Dus die had ze gekregen. En toen zag ik dus bij de Action dit fantastische setje. Kijk, van Peppa Pig. Gaat hij dat een beetje laten zien aan jullie? Nou, ik vond dat fantastisch eruit zien. Ik dacht, dat moet ik hebben voor Lente. Het probleem was, bij de Action hadden ze dat allemaal al niet meer. Want ik heb het idee dat ik misschien een beetje te laat was. Want ik merkte ook al dat heel veel herfstspullen er alweer lagen. Dus dat ging hem niet worden. Dus ik ging verder kijken op het lijstje. En daar stond Boomba op. Lente is helemaal weg van Boomba. Hij is ook wel echt super cute. Kijk nou, hij is 20 centimeter. Hij is echt lief. En Lente vindt dat helemaal leuk. Dus Nathalie had al gezegd tegen mijn moeder, nou, als ze hem niet voor de verjaardag krijgt, dan ga ik hem zelf kopen. Ik vind hem zo leuk. Ik vind hem echt ook wel heel schattig. Hij is leuk voor Lente. Toen heb ik Boomba gekocht. Die heb ik gisteren besteld bij bol.com. En die is dus ook al mooi binnengekomen. Ik heb ook nog wat andere cadeautjes. Dat zal ik morgen wel eventjes laten zien. Want ik ga het morgen direct inpakken. En ik moet morgen voor mijn moeder nog even op pad voor wat dingetjes. Dus, nou ja, goed. Dat is een kwestie voor morgen. Maar ik vind het leuk dat hij ziet er echt leuk uit. Hij is lief. Dus daar ben ik wel heel blij om. Dus dat is mooi allemaal binnen. Gisteravond heb ik weer, ik weet er alles van, gekeken. En daarna B&B vol liefde. Was erg leuk. Ik heb ook gekeken naar de Koppensfamilie die dan naar Zweden gaat. Nou, best heftig ook voor die kindjes hoor. Maar goed, ze hebben het er volgens mij hartstikke naar hun zin. Dus het is wel grappig om te zien. Dat je zo'n stap durft te nemen. Ik zou zelf geen wens hebben om naar het buitenland te verhuizen of zo. Maar ja, goed, als je die wens hebt en je kan het realiseren, is dat natuurlijk alleen maar mooi. Ik zag net op Facebook ook al heel veel berichten. Want vandaag is natuurlijk het publieke afscheid van Petra de Vries in Carré. Iedereen mag daar komen van 11 uur tot 8 uur 's avonds. Was dat. Dan kan je zeg maar een soort van laatste eer aan hem bewijzen. Of gewoon afscheid nemen op jouw manier. Want het blijkt toch natuurlijk bij heel Nederland wel te spelen. Dus ze hebben daar een open afscheid voor georganiseerd. Best wel indrukwekkend als je die rij met mensen zag. En ook heel indrukwekkend hoe de kist erbij stond. Ja, ik vond het wel mooi. Ook wel mooi dat de familie de kans geeft aan de mensen om dat te kunnen doen natuurlijk. Voor wie dat graag willen. En dan morgen is er de begrafenis in besloten kring. En ik hoorde gisteren Albert Verlinde zeggen dat hij dan bij het afscheid daarvoor er ook bij mag zijn. Dus echt de BN'ers. Althans de genodigden, want niet iedereen mag natuurlijk komen, die mogen dan morgen afscheid nemen.
verder heb ik gisteravond nog een extra artikel geschreven. Dus dat ging mooi. Ik heb de vlog afgekregen. Ik heb zelfs mijn foto's klaargekregen. Dus ik ben best wel productief geweest. Lieve schat, ik ga Boomba even opruimen. Want je hebt het hele zakje af te likken. Boomba is niet voor jou. Boomba is voor Lente. Dat was eigenlijk de avond. Ik ga het nu eventjes lekker aan de schoonmaak. Dus ik ga jullie er even bij zetten. Ik ga het raampje even openknallen en zorgen dat die vlieg hier het huis verlaat. Dus dan ga ik even lekker poetsen en daarna nog even lekker bullet journalen. Dus dat is voor nu de planning. Ik had maandag nog een grote spin, jongens. Ik had de deur dicht gedaan en zo. En ik wil mijn rochler naar beneden doen. Zit me daar toch een spin? Ik denk, nee. Nou, ik heb hem eventjes verwijderd op mijn eigen manier. Maar het was weer zover. Hij moest mij weer teisteren. Maar goed, ik ga het nu even de muziek aanknallen. Een watertje erin doen. En dan ga ik eventjes lekker aan de schoonmaak. Zo, inmiddels lekker alles klaar. Ik heb ook de gordijnen weer dicht getrokken, want nu komt de middagzon er doorheen en dan is het wel lekker als het wel dicht zit. Ik heb nu het bandje eromheen van Primark trouwens, vind ik ook wel heel tof. Maar ik ben blij dat de boel weer klaar was, alleen het was een beetje jammer, want daar ging ik net even eentje overgeven. Altijd als ik mijn vloer gedweld heb, gebeuren dat soort dingen. Maar oké, weet je, het is allemaal weer opgeruimd, dus op zich wel lekker. Het was wel weer warm, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het was. Het is... Oh, 24 graden ook. Ja, dat is toch niet zo gek, want het is buiten ook. Beter had ik het raam dichtgehouden. Maar ja, te laat. Vanavond kan die wel weer even open als het is afgekoeld. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik douchen en eten. Vanavond weer, ik weet er alles van kijken. En ook B&B vol liefde. Je hebt ook weer een nieuw seizoen van hoeveel ben je waard. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dan gaan ze dus kijken hoeveel mensen dus waard zijn in geld. En dat hebben ze nu in de coronatijd opgenomen. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar verhalen van mensen. Hoe ze het financieel hebben ervaren, zeg maar. En misschien valt het mee, ja, misschien valt het heel erg niet mee. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat ga ik dan even naar de B&B vol liefde kijken. Dat heb ik al eventjes ingesteld om op te nemen. Verder moet ik weer met mijn artikel aan de gang. Die moet ik nog eventjes gaan schrijven. En ik moet de vlog inplannen en een thumbnail maken. En als er nog tijd over is, misschien nog even wat doen aan het artikel van Catrice. Want dat is er gisteren niet van gekomen. Ik ga nog even gamen. En ik heb nieuw Amsterdam en weer de 12 van Schouwendam. Wat super spannend is. Dus dat is verder wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 22 juli. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is lieve Lente jarig. Ja, Lente is alweer 1 jaar geworden. En het is echt nog steeds een gek gevoel. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik haar voor het eerst vast had. En nu is ze al gewoon weer 1. Vorig jaar was ze net geboren en... had ik zo'n beetje de eerste foto's gezien.
Maar ze is dus gewoon alweer 1 jaar. Dus dat is echt wel, ja, bizar. Ik had een kaart achtergelaten bij mijn moeder vorige week. Die had Nathalie meegenomen. Die vonden Nathalie en Frank heel leuk. Ik heb voor Lente Happy Birthday gezongen. Maar dat was niet zo interessant, want ze was bezig met haar cadeau. Ik weet overigens niet wat ze heeft gekregen, want dat wilde Nathalie niet vertellen. Ik heb het wel gevraagd, maar dat zou ik zaterdag zien. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze heeft gekregen. Maar ja, ze heeft het natuurlijk ook nog niet echt door. Maar ach, ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. En zaterdag ga ik erheen en dan hebben we haar verjaardag. Dus superleuk. Ik heb gisteren televisie gekeken. Allereerst heel veel beelden gezien van het publieke afscheid van Peter R. de Vries. Was echt wel heel indrukwekkend. Er zijn, wat ik begreep, ruim 6000 mensen geweest. Ze zijn ook langer open gebleven dan de bedoeling was, want het afscheid was van 11 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En ik geloof dat ze om 8:30 de deuren hebben gesloten. Maar ja, ik vond die beelden best wel indrukwekkend. Ik zag nu straks ook een filmpje van, vanochtend mochten de bekende Nederlanders van hem afscheid nemen. Heel veel bekende gezichten gezien op het filmpje. En aansluitend was dan de begrafenis in besloten kring. Ik merk wel dat het me meer heeft aangegrepen dan normaal. Want normaal als je iemand van televisie hoort dat hij overleden is, dan is het toch wel vaak zo dat ze wat ouder zijn of dat ze ziek zijn. Dan blijft het wel heel erg, maar dan laat ik het makkelijker van me afglijden. En ik denk toch omdat dit moord is dat ik er, ja, meer mee bezig ben geweest of zo. Ik weet niet, het klinkt heel gek, want ik bedoel, je kent helemaal niet, ja, van televisie. Maar ik merk wel dat ik, ja, dat het me meer heeft gedaan dan ik had verwacht. Dus we zullen vanavond nog wel wat beelden zien. En dan, ja, zal de familie ook eindelijk wel wat rust krijgen, denk ik. Dus dat. Ik heb het spelletje gekeken. De persoon die spotspeler was, was niet zo heel denderend goed. Maar oké. Okay. Hij ging ook naar huis met 1600 euro. Nou ja, goed, hij was er tevreden mee. Ging die vanuit eten, dus nou ja, prima. Na de B&B vol liefde was ook wel weer leuk. Ik vind het wel een heel leuk programma. Ik kan me er wel op verheugen. Ik vind het wel echt leuk dat ze nu eindelijk weer een keer met wat leuke programma's zijn gekomen in plaats van continue herhalingen. Daarna heb ik even Hoeveel ben je waard gekeken. En dat vond ik eerst een beetje verwarrend. Maar uiteindelijk snapte ik het wel en dat was ook wel leuk. Ik heb ook nog eventjes mijn spel gedaan, dus dat was ook wel leuk. En toen heb ik mijn artikel geschreven, de vlog geüpload. En ja, dat was het ook eigenlijk wel. Toen was het tijd voor Nieuw Amsterdam en ook de 12 van Schouwendam. Dus ja, hele goede serie. Ik vind het zelf een aanrader, dus nou top. Ja, vandaag niet heel veel op de planning. Ik heb nog een pakketje binnengekregen, die zal ik zo even met jullie uitpakken. Ik ga even stofzuigen en de kattenbak scheppen. Ik ga 3:15 boodschappen doen. Ik ga alvast even de cadeautjes voor Lente inpakken. Ik moet voor mijn moeder even op pad voor wat cadeautjes nog. Ja, die kan nu zelf natuurlijk geen cadeautjes halen. Die had gekeken of ze wat kon bestellen. Maar je zit toch vaak een beetje met die verzendkosten. Want dat is wel het nadeel bij bestellen. De verzendkosten zijn zo gigantisch hoog. Ja, waar zij wilde bestellen was het echt vanaf 50 euro gratis verzending. Maar ja, 50 euro is best wel veel om uit te geven. Ja, en als je verder niks nodig hebt, ja, doe je dat ook niet. Dus daar zou ik eventjes naar gaan kijken. Dus dat. Ik zal even het pakketje pakken en dan zal ik die even met jullie uitpakken. Nou, ik heb jullie even op het statief gezet. Ik heb namelijk weer een pakketje binnengekregen van het Kruidvat. Ik was van de week een beetje aan het internet en toen kwam ik op de Kruidvat-site heel veel kleding tegen met 75% korting. Dat betekende dat kledingstukken die normaal 13 euro kosten, nu verkocht werden voor 3,25 of ruim 3 euro. Dus ik heb al dingen besteld en die heb ik dus nu binnen. Ik heb hier de pakbon. Even kijken of de prijzen er nu gewoon volledig op staan. Maar dat weet ik dus niet. Nee, er staan verder geen prijzen op. Dus dat is een beetje jammer. Eén product was niet meer leverbaar, dus die zit er niet bij. Allemaal. Ja.
Nou, omdat ik even de doos moest aanvullen, heb ik ook nog Milky Face Moisturizing gekocht van Essence. Het is van de Hello Good Stuff lijn. Daar was ik ook al wel benieuwd naar. Maar die zat dus niet in het kleine schap, maar in het grote schap. Deze is trouwens niet zo goed verpakt, want het is wel glas. Dus hij had best wel kunnen breken. Maar die ga ik gewoon lekker testen. Dus die heb ik gewoon even bijgedaan om aan het bedrag te komen. Dan heb ik hier allereerst een kanten zomerjurkje. Die vond ik wel heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje S. En hier op de achterkant zie je het plaatje hoe die er dus uitziet. Ja, ik ben toch wel heel erg van de jurkjes en ik vind het altijd wel heel erg leuk. Ik geloof alleen niet dat dit een blauwe is en niet een zwarte als ik het zo zie. Dat is wel echt wat ik zwart had besteld, maar op zich is blauw ook wel leuk. Ja, volgens mij is dit blauw als ik hem zo zie. Deze was normaal 15 euro en ja, ik geloof nu een 3 nog wat. Maar de prijs staat er dus niet op, dus dat is wel jammer. Dus ja, die vond ik wel leuk. Gewoon leuk voor de zomer. En op zich is blauw ook niet erg, want ja, ik heb ook niet heel veel blauwe kleding. En dan heb ik 2 jurkjes van de Pretty Bright collectie. En deze waren nu €3,25. En normaal waren deze dus €13, geloof ik. Of 12, ik weet het niet. Ik heb hem allereerst in het zwart. Dus met lange mouw. Vond ik wel heel erg leuk. Deze heb ik dan wel in de maat M. Omdat die hadden ze niet in S. Maar dan is het qua lengte ook wel weer beter. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En ik heb hem dan ook in het wit. Dus die zie je dan net iets beter. Die vind ik ook wel heel leuk. Een beetje, ja, ook wel leuk. Dus niet, ja, het is op zich zou het voor de zomer ook wel kunnen hoor. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk. Er zitten ook knoopjes op de voorkant. Dus nou, dit waren even de spullen. Ik had ook nog een shirtje van Super Trash gekocht, maar die zat er dus niet bij. Maar het is ook wel een grote doos. Kijk, ik heb nu mijn eigen kruid op de kassa. Is het niet leuk? Een foto mee zou maken, weet ik veel. Het staat hier eigenlijk. Maak een creatieve foto met deze doos. Deel hem met de kruidvaldoos. Maak kans op fantastische prijzen. Nou, het zal wel. Ik ga het even stofzuigen en de kattenbak scheppen. Dan zal ik jullie even de cadeautjes laten zien die ik nog voor lente had. Want die heb ik nog niet laten zien. Alleen Boomba. Ga ik die alvast eventjes inpakken. En zet ik jullie daar wel eventjes bij. Eventjes de cadeautjes. Ik heb hier... sommige heb ik al even in huis. Deze heb ik bijvoorbeeld al een maat in huis. Het is een slabbetje van de Dalmatiër met 101% Hungry. Ja, een slabbetje kunnen ze altijd gebruiken. Alleen die moet wel gewoon om het hoofdje, zie ik nu. Maar ik denk dat het wel meerekt. Dus ik denk dat dat wel kan. Ja, weet je, je geeft ook een beetje praktische cadeautjes. Maar die vond ik wel heel erg leuk. Dan heb ik, deze heb ik 2 weken teruggekocht. 2 rompertjes. Want ja, die hebben ze ook nooit genoeg. Ze zijn wel wat groter. Ze zijn 86,92. Dus ze zal ze nog niet passen. Maar dan hebben ze wat op de groei. Ik denk dat deze print... Natalie deze print fantastisch gaat vinden. Het waren 2 stuks. Ik heb ze wel even van de verpakking afgehaald. Want anders staat de prijs er weer op. Dat vind ik niet nodig. Dus die. En er zat dan ook deze bij. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Leopard Love. Ja, ik denk dat Natalie dit fantastisch gaat vinden met leopards. Nou, en Boomba is ook blij. Want die is uit zijn zakje gekomen. Die heeft het ook niet meer benauwd. Dus ja, dit ga ik zo mooi eventjes alvast inpakken. Ik vind hem nog steeds zo schattig. Ik ben echt benieuwd hoe ze hierop gaat reageren. Ja, daar zit ik dan met mijn goede gedrag. En ik zit, ja, mijn coach die komt nog niet, want het is pas net 3:30 geweest. Dus ik moet nog een kwartier wachten. Ik zit echt te denken, wat zal ik gaan doen in een kwartier tijd? Ik zou even de switch kunnen pakken. Misschien dat ik dat wel even ga doen, want ik weet verder eigenlijk even niks te doen. Want ik heb alles verder gedaan.
Dus ja, misschien dat ik dat wel even ga doen, want ik ben zo slecht in stilzitten. Maar goed, ik denk dat ik maar even de switch ga pakken, dat dat wel even een goed idee is. Ik ben thuis, let niet op de lipstick die overal zit, want ik heb een ijsje naar binnen gewerkt. Ik had zin in een soft ijsje, dus die heb ik even lekker gehaald. Die heb ik even lekker opgegeten. Het was zo mooi weer. Ik had een tijdje niet meer gehad. Ik denk lekker. Ik ga jullie even de boodschappen laten zien, want ik heb best wel wat dingen gehaald. Dus ik ga jullie weer even op de plek neerzetten waar ik jullie altijd neerzet. Hier zo. Ik ga even erachter zitten. Daar ben ik. Bij de plus. Ik zit in een pluspanel. Kreeg ik gratis deze ijsthee met ijsthee groene thee. Dus die heb ik gratis gekregen. Lijkt me wel heel lekker, want ik had een poosje terug bij mijn moeder ook een keer zo'n soort sapje. Die was hartstikke lekker. Voor Nathalie en Frank wilde mijn moeder graag wat lekkers hebben, maar die kan zelf niet naar de winkel. Dus die vroeg of ik shawarma bij me mee wou nemen. Dus ik heb voor hun twee pakken shawarma meegenomen. En die waren op de kaart van de Lidl, van de bonus, de Lidl Plus app. Dus dat was mooi, daar zat een korting op. Toiletpapier. Kipkluimjes had ik ook gratis, want die had ik gratis gespaard. Dus die kunnen mooi de vriezer in. Want ik weet nog niet wanneer ik die ga eten. Voor zondag heb ik lekker schnitzels meegenomen. Voor maandag een pakje met gehakt. Dan heb ik hier weer de frietjes. En straks even lekker dunne frietjes. Met ovenfrikandellen. Dan hebben we weer de Remia bakken en braden. Mijn moeder vroeg of ik even twee biertjes voor Frank mee wilde nemen. Dus ik heb Texels bier. Eentje is blond. En de andere, ik heb maar twee smaken gedaan. Dat is skuumkoppen. Maar volgens mij vindt hij alles wel lekker. Dus dat is top. Andere tas. Bij Boni had je heel veel dingen voor een euro. Dus ik heb al eerst zakjes met pombeers meegenomen. Die was een euro. Daar heb je 8 zakjes. En bij mij is chips gewoon het beste in zakjes. Want anders eet ik het niet op. Zo grappig zo. Ik heb 2 keer haricot vertjes meegenomen. Die komen van Lidl, want die waren nu in de aanbieding. Toen heb ik weer de spekreepjes. Bij Boni had ik de bolletjes, die waren in de aanbieding. Hollandse bonen zijn zo lekker. Toen heb ik ook de chocomel meegenomen. 2 keer een flesje met olie, want die vind ik altijd heel fijn voor mijn groenten, die kleine flesjes. 4 zakken aardappelschijfjes waren een eurotje, dus hele duur niet. Dan heb ik ook even pizzabonus meegenomen, want die heb je alleen bij de Boni. Dan heb ik mezelf ook verwend met de Starbucks cappuccino, die was ook een eurotje. En ook de caramel macchiato. En dan heb ik nog frikandellen meegenomen, die waren ook een eurotje. Ik moest nog even een boekje meenemen voor het cadeautje voor mijn oma voor Lent. Dus ik heb dit boekje, het doktertje. Nou, heel leuk boekje en dat is gewoon leuk voor Lent. Dus die. Ik heb er even de kuppensoep meegenomen. Ik heb 2 keer tandpasta meegenomen, want mijn tapsta was op. Dus ik dacht, dan heb ik weer eventjes. Ik heb dit keer een keer Colgate gedaan. En de huid, haar en nagels, want die van mij die was alweer bijna op. Dus die heb ik ook weer binnen. Dan nog wat dingetjes van de Zeeman. De cadeautjes voor mijn moeder. Die heb ik dit pakje voor gekocht. Tuinbroekje, heel leuk. Die wilde ze heel graag geven. Ze had ook een shirtje doorgestuurd. Die kon ik helaas niet vinden. Dus ik heb een heel leuk ander shirtje uitgekozen. Deze met Love erop. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Voor mezelf heb ik even 2 leggingsjes meegenomen. Capri leggings. Dus ik heb deze. Die zit gewoon even wat lekkerder. En ook een zwarte. Dus, oh, dit is de verkeerde. Dit is een kort broekje. Oh, die moet ik dan volgende week even gaan ruilen. Want ik had eigenlijk de capri legging moeten hebben. Ik dacht dat dit een broekje was. Dus dan moet ik die even gaan ruilen voor een legging. Want dat had ik dus niet goed gezien. Nou, die moet dan even geruild worden. Maar dat was eigenlijk alles wat ik heb gehaald. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Dan ga ik even douchen. Ga ik mijn eten maken. En dan ga ik straks...
Het spelletje kijken, ik weet er alles van. En de BNB vol liefde. Vanavond moet ik even foto's bewerken en ga ik verder met Nieuw Amsterdam. En heb ik weer code 37, want dat wordt verder ook de avond. Maar ik ga nu eerst even lekker onder de douche, want ik heb het best wel warm. Dus ja, dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 23 juli. Ik ben klaargemaakt. En ik heb een oranje jurkje aan, omdat ik eigenlijk geen zin had in een spijkerbroek. En ik dacht, dan kan ik mooi een legging eronder aantrekken. Dus volgens mij is die ooit nog eens van een voetbal geweest. Maar hey, wat maakt het uit? Ik ben thuis en moet toch poetsen dus. Nou, ik was gisteravond eigenlijk best wel moe. Het boodschappen doen, het hakte vaak een beetje in. Veel prikkels, het was ook best wel druk. Ik merk toch dat op donderdag toch wel een dag is dat veel mensen boodschappen gaan doen. Maar ach, weet je, het was verder ook allemaal prima. Het is allemaal gelukt. Ik had nou ook voor het eerst weer even doorgeslapen. Want ik merk toch dat ik de afgelopen dagen heel erg bezig ben geweest met, oh, ik moet even die cadeautjes voor Lente regelen. Ik moet dit even doen, moet dat even doen. En dat gaat bij mij dan een beetje in mijn slaap, zeg maar. Komt dat een beetje opspelen en dan slaap ik wat onrustiger. Maar dat was nu wel fijn dat ik door kan slapen, omdat nu alles geregeld was. Ik moet het vanavond nog even inpakken en dan is het ook weer klaar. Verder heb ik gisteravond even op televisie gekeken naar de... herdenking van Peter R. de Vries natuurlijk voor de BN'ers. Dat ze naar die dienst konden. Was ook heel indrukwekkend. Ik heb mijn spelletje gekeken. Ik weet er alles van. En daarna de BNB vol liefde. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken. Die vond ik niet helemaal mooi. Dus dat moet ik nog wel even doen. En daarna ben ik nog verder gegaan met het artikel voor Cartrice. Dus daar ben ik ook wel lekker ver mee. Toen was het tijd voor Nieuw Amsterdam. En daarna ook weer lekker code 37. Dus op zich een prima avondje. Wel lekker relaxed. Ook even nog lekker gegamed. Dus wat dat betreft eigenlijk helemaal goed. Ik ga zo even een wasje bij elkaar rapen. Ik moet even de boodschappen naar boven brengen. Die niet in de koeling hoefden. Die staan nog hier beneden. En dan ga ik de slaapkamer lekker doen. Want dat is wel eventjes nodig. Daar heb ik wel even zin in. Lekker weer een schoon bed. Ik kan morgen niet echt uitslapen. Maar daar ga ik zondag gewoon keihard van genieten. Dus dat staat op de planning. Dus ja, verder niet heel veel bijzonders. Ik heb ook eigenlijk niet heel veel bijzonders te vertellen. Want er is gewoon heel weinig gebeurd na gisteren. Dus ja, nou ja. Is ook niet erg. Ik heb de nagellak er wel even afgehaald. Want die was dan heel erg beschadigd. En ik heb gisteren mijn vinger, had ik een heel klein sneetje in. Want ik had het steekbestek had ik opengemaakt. Wat ik bij de Action had gekocht. Want dat wilde ik afwassen en dan netjes in de la leggen. Maar dat zit in dan van dat zulke sterke plastic verpakt. Dan knip je dat open. Maar dan moet je nog met je handen zeg maar erin om dat bestek eruit te halen. Toen haalde ik toch mijn vinger een beetje open. Omdat, ja, dat is zulk sterk plastic. Dat kun je ook bijna niet scheuren. Dat soort verpakkingen, dat mogen echt wel veranderd worden van mij. Ik had misschien liever gehad dat ze het in een doosje hadden gedaan. Aangezien ze plastic willen verminderen, was een doosje op zich ook prima geweest. Maar goed, dat was even wat minder. Maar het sneetje is inmiddels dicht en voel je niks meer van. Maar dat was op dat moment wel even goed pijnlijk. Goed, ik ga eventjes een wasje pakken. Ik ga de boodschappen naar boven brengen. En dan ga ik aan de schoonmaak. Dus ik ga jullie erbij zetten. En dan gaan we snel beginnen. Want des te eerder zijn we ook weer lekker klaar. Thank you.
jou? Ik ben klaar. Nou, het was wel weer eventjes zwaar, want het was toch behoorlijk warm. En dan denk je, goh, het is buiten niet zo heel warm. Maar ja, de temperatuur binnen blijft heel warm. En ik ben wel weer heel blij dat alles lekker klaar is, want al het stof overal. Mooi, alle dozen de slaapkamer uit. De cadeautjes heb ik dan apart gehouden. Ik heb die voor mij al in een tasje gedaan. Doe ik dan vanavond even de cadeautjes van mijn moeder en mijn oma inpakken. En dan kan dat morgen ook mooi mee. Ik heb ook al kleding gepakt voor morgen. Dus wat dat betreft ben ik best wel lekker in de voorzorg. Dus ja, ik vind het wel even goed. Ik ga wel vanavond nog eventjes een kleurtje erop doen op mijn nagels. Gewoon een beetje een licht kleurtje. Want ik vind het altijd nooit zo mooi om met zulke nagels zeg maar naar een verjaardag te gaan. Dus dat wil ik nog wel even doen. Ik ga ook, ik weet er alles van, lekker kijken. En daarna weet ik het eigenlijk nog niet, want volgens mij heb je niet heel veel interessante televisie, maar ik heb heel veel zenders, dus ik ga gewoon lekker zappen of zo. Ik moet sowieso nog een artikel schrijven waar ik dus nog een foto voor moet maken, maar dat kan straks wel, want het is nog licht. Ik moet mijn video in elkaar zetten. Dus ja, dat wordt eigenlijk een beetje de planning. Ik ga sowieso nog even lekker gamen. En ik ga Nieuw Amsterdam kijken. En daarna dan ook weer Code 37. Zo eerst even lekker relaxen. Dan douchen en lekker eten. Ik denk niet dat ik morgen kan vloggen. Ja, als ik thuis ben kan ik vloggen. Maar niet op de verjaardag. Want het is natuurlijk Lente haar verjaardag. En jullie weten dat Lente niet in beeld mag. Dus dat zal niet echt veel vloggen worden morgen. Maar goed, dan ja, dat is gewoon dan eventjes niet anders. Maar ik ben blij in ieder geval dat mijn werkzaamheden voor vandaag weer klaar zijn. Ik ga zo wel even het raam dicht doen, want als het lage zonnetje weer komt, dan komt de hitte niet naar binnen. Het is hier binnen nu nog steeds 24 graden. Ik heb de was ook al in de droger zitten, die was klaar. Ik heb dan een paar shirts die ik niet in de droger wil hebben. Dat zijn de shirts met wat goed erop en mij niet bellen. Dus die hou ik apart, die droog ik dan even hier aan de lijn. Ja, ik ben toch bang omdat het erop gedrukt is dat het misschien wat zou beschadigen. Dat zou ik heel zonde vinden. Dus die heb ik dan even lekker apart gehouden. En meestal de kleding van Primark vind ik ook een dingetje om in de droger te doen. Want ik weet niet hoe het daarop reageert. Dus dat hou ik meestal even apart. Maar de rest zit lekker in de droger. Dus als dat straks klaar is, kan ik dat vanavond nog even opvouwen. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga eventjes bijkomen van de schoonmaak. Sessie en dan ga ik eerst even lekker wat drinken, want ik heb een beetje een droge keel. En ja, dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Zaterdag 24 juli. Ik ben klaargemaakt. Dat hebben jullie net al kunnen zien. Want ik ga zo naar de verjaardag van Lente toe. En ik verwacht niet dat ik daar kan filmen. Dus vandaar dat ik jullie er even bij heb gezet bij het klaarmaken. Ik heb gisteren lekker televisie gekeken. Lekker even het spelletje. Verder ja, gewoon een beetje gezet. Want er was niet zo heel erg veel. Dus dat. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb mijn video geëdit en ingepland. Dus die staat klaar, die komt straks online. Verder heb ik Nieuw Amsterdam gekeken en ook Code 37. Dat was allemaal mooi. Ja, ik ga nu gewoon even verder, want ze zijn er al bijna. Ik moet nog even een paar dingen pakken, dus dat ga ik even doen. Ik heb wel lekker de lenzen in en dan zie ik jullie sowieso later nog even. MUZIEK.
thuis. Ik heb hier lekker frietjes, frikandellen en een milkshake chocolade. Dus hier ga ik even heerlijk van genieten. En dan praat ik jullie straks even bij hoe de verjaardag was. Maar eerst even lekker eten. Zo, welkom even in het donker. Het is hier ineens heel donker omdat er wel buien in de lucht zitten. Maar ze barsten nog niet echt los. We hebben het heel erg getroffen met het weer. Het was vanmorgen even vluchtig met een vlog open. Want ze waren er iets eerder dan eigenlijk gepland. De verjaardag was vanaf 12 tot 5, hielden ze het. Alleen het is ook iets uitgelopen. Want wij waren er echt letterlijk om 11:15 al. En, want de bedoeling was, de kinderwagen van Nathalie Frank, die loopt een beetje aan. En ja, daar moest even naar gekeken worden. Hebben ze uiteindelijk niet kunnen fixen. Dus ze moeten daarvoor terug naar de winkel. Maar hij komt uit Duitsland. Dus daar moeten ze nog even mee terug. Maar goed, die kon dus niet gemaakt worden. Dus zodoende waren wij al heel vroeg daar. En de meeste mensen kwamen pas rond een uurtje of 2:30. Dus we hebben eerst een poos met ons gezeten. Lente al wat cadeautjes gegeven. Ze was helemaal blij met Peppa. Of Peppa. Ik heb helemaal Peppa niet gegeven. Met Boomba. Die vond ze helemaal leuk. Dat hoofdje ging zo stralen. Nou, ze had, als ik al had gezegd, ik heb niks gevlogd daar. Alleen even de slingers. Maar die beelden hebben jullie kunnen zien. Want Nathalie had hele leuke slingers opgehangen. Ze had ook speciale ballonnen van Peppa Pig. Die had ze toen de tijd op AliExpress besteld. Superleuk. En ook echt ballonnen. En ja, dit waren dan van die folieballonnen van Peppa Pig. Heel erg leuk. Lente is 's middags nog eventjes lekker gaan slapen met Frank erbij. Want ze wil niet, 's middags wil ze alleen niet slapen. Dus ze doen eigenlijk altijd gaan ze samen. Of met Nathalie of met Frank. Dus nu is Frank met haar gaan liggen. Dat ging ook super goed. Ze was heel blij. Ze heeft het heel goed gedaan. Ze heeft een hele leuke verjaardag gehad. De andere mensen kwamen dus later. Maar we gingen ook echt pas letterlijk 5:50 weg. Dus toen dacht ik. Dus ik zei tegen mijn vader. Hoe laat zijn we weer bij mij? Oh, zegt hij, wil je even een patatje halen? Ik zeg ja. Dus ik had lekker even patat en snacks opgehaald dan. Dus daar had ik wel even zin in. En nu heb ik lekker het eten op. En ja, nu is het 7:50. Maar het was een hele geslaagde verjaardag. Alle cadeautjes vielen goed in de smaak. Ik heb lekker even mijn tijdje met Lente gespeeld. Ze had van mijn vader en zijn vriendin had ze een boekje gekregen van Nijntje. En die was helemaal gepersonaliseerd met de naam van Lente erin. Die schijn je te kunnen bestellen. En die drukken ze dan helemaal speciaal voor het kindje. Dus die hebben we lekker voorgelezen. En dat vond ze helemaal leuk. Ze zat helemaal bij me zo van, oh leuk, even lezen. Dus het was echt super leuk. Ik heb echt een hele leuke middag gehad. Ik wil jullie nog even mijn jurkje laten zien. En Nathalie en ik hebben ook nog een cadeau gekregen. Want ik had dat eigenlijk nog willen doen. Ik had namelijk het nieuwe jurkje aan van het Kruid. Wat die roze die ik een tijdje geleden had gekocht. Die vond ik wel heel erg leuk. Ik zal even het cadeau pakken. Wij kregen namelijk deze. Nou, dat moet ik er even terug instoppen. Want daar staan de codes op. Dat gaat niet. Wij kregen deze envelop voor een leuke zussendag. Dus dit stond er ook echt op. Dus dat was super leuk. En er zat voor ons, voor twee personen, een dagje slagharen in. Dus Nathalie en ik die gaan binnenkort samen gezellig naar slagharen. Super leuk. Hebben dus ook van mijn vader en zijn vriendin gehad. Omdat Nathalie ook een poosje niet zo lekker in de vel heeft gezeten. En heeft ze ook lekker gewoon een dagje met mij uit. Het is echt super leuk. Want ze zeiden ook, ja, er is heel veel niet door kunnen gaan. De huishoudbeurs natuurlijk niet. En nou ja, dat is ook altijd iets wat we eigenlijk altijd samen doen. Dus dit was super leuk. Dus we gaan binnenkort gezellig samen naar Slagharen toe. Voor mij heel lang geleden dat ik in een pretpark ben geweest. Dus dat wordt wel echt super leuk. Daar heb ik ook echt wel super veel zin in. Dus ja, al met al was het een hele leuke geslaagde verjaardag. Dus Lente heeft een hele leuke verjaardag gehad. Ze is heel erg verwend, heel veel cadeaus. Maar goed, alles viel goed in de smaak, dus het was echt super leuk. Ik heb de tickets mee naar huis genomen, na te hebben waar jij die maar. Dus die heb ik hier liggen. En dan gaan we eventjes een dagje plannen binnenkort. Ik ga het nu zo even lekker douchen. Even alles eraf halen, mijn bril even schoonmaken. Want de lens heb ik er op een gegeven moment uitgehaald. Die viel tussen de vlonder. Nathalie en Frank, die hebben achter het huis die hebben een hele lekkere tuin. En daar liggen dus ook vlonders en er viel die lens tussen. Dus ik heb hem met een pincetje op kunnen rapen. Hij is nog heel. Ik kwam er later achter dat ik ook nog een zacht pincet bij me had. Speciaal voor de lenzen. Maar die heb ik dus opgeraapt. Die heb ik terug in het doosje geraakt. Dus die moet ik even heel goed schoonmaken. En dan ga ik straks. Ik ga nog even met mijn moeder bellen. Dat vind ik altijd wel even fijn. Omdat ik me vaak wat eenzamer voel na zo'n leuke dag. Dus dan ga ik dat nog even gezellig doen. Ik ga nog even lekker van mijn milkshake genieten.
En dan ga ik denk ik straks even een film aanzetten, want er is verder niet zoveel op tv. Ik ga alvast even de vlog een stuk editen en vanavond heb ik weer Nieuw Amsterdam en Code 37. Dus dat wordt verder de avond. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer, want ik ga mezelf nu ook eventjes lekker douchen en zo. Want het is best wel een warme dag geweest, dus hoop ik dat ik straks even de boel open kan gooien. En dat de regen gaat losbarsten. Maar goed, dat was dus de middag. Ik ga nu eventjes lekker douchen en zo. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Voor ik het vergeet, ik had van mijn moeder nog een hele lekkere douchefris gehad van Palmolive. Het is Palmolive Naturals en hier zit camellia, oil en almond in. En dat lijkt me wel heel erg lekker voor de huid. Dus die heb ik lekker gehad voor onder de douche. Dus super lief en ook heel erg lekker. Dus nu ga ik even lekker douchen en zeg ik bij deze echt tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 25 juli. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb net even lekker een spelletje gedaan en de folders gekeken. Dat doe ik eigenlijk altijd op zondag. Ik had de folders al wel donderdag in huis. Maar dan bewaar ik het toch tot zondag om daarna te gaan kijken. Want het is altijd echt zo'n ritueeltje van zondag. En meestal in de vakantietijd heb ik ze wat eerder dan... als het geen vakantie is, want dan zijn, omdat het vaak door kinderen wordt rondgebracht, dan zijn ze natuurlijk vrij. En dan als ze de folders in huis hebben, kunnen ze ze mooi bezorgen. Ik was wel heel erg moe gisteren, dus ik heb even lekker bijgeslapen. Dus ik voel me nu wel weer wat beter, maar ik heb last van buikpijn. En ja, ik merk nog steeds dat ik een beetje moe ben, maar het was hartstikke gezellig. En ik had Nathalie een beetje geholpen op een gegeven moment met de bediening. Dus met de koffie en de taart en zo. Want Frankie was met Len te slapen. En normaal doet mijn moeder dat dus eigenlijk heel veel. Maar ja, die kan natuurlijk nog niet heel makkelijk bewegen. Ze mag nu natuurlijk wel wat meer lopen. Dus ze kan nu wel op de krukken. Dus dat is natuurlijk wel handig. Maar... Dus ik had Nathalie een beetje geholpen, maar de tafel buiten die was een beetje klein. Dus ik zei van, nou, heb je niet nog een extra tafel? Ze ging denken. Ik zeg, ja, het is maar een idee. Ja, ze zei, het is wel een heel goed idee, maar ik weet zo eigenlijk niet. Ik zeg, ja, of de strijkplank, maar die stond in de kamer waar Lente lag te slapen. Dus dat ging niet. Oh, zegt ze, we kunnen de eettafel wel pakken. Dus we hebben een eettafel, die kun je dus inklappen aan beide kanten. En dan kun je hem dus kleiner maken, maar ook gewoon groter. Dus we hadden alles eraf gehaald. We wilden die eettafel gaan optillen. Maar die was voor ons tweeën toch een beetje te zwaar. Dus ik had mijn vader gehad. Ja, kun je even de eettafel helpen tillen? Het was wel grappig. Want de familie van Frank kwam ook. Ja, moet ik helpen? Moet ik helpen? Al die mannen. Ik zeg, nee, het lukt wel. Dus ik kon mijn hakken die tafel verder verschuiven. Want dan denk ik, ja, ik ben eraan begonnen. Maar wil ik het afmaken. Dus die hadden we aan één kant hadden we hem uitgeklapt. Dus dat was wel top. Er konden daar de hapjes op. Ik vond mezelf eigenlijk nooit een heel sociaal type. Maar mijn moeder zei dat ik wel sociaal was. Want kijk, er is een poosje met een oom van Frank zitten praten. Die had ik ook nog nooit gezien. Zijn andere oom en tante die had ik al wel gezien. Maar deze nog nooit, want die woonde wat verder weg. Dus toen was ik toch wel sociaal. Dus dat was wel mooi. Ik heb gisteravond heb ik een film gekeken op Videoland. Nou, het was echt de slechtste film sinds de tijden die ik heb gezien. Ik had Het Diner, had ik aangeklikt. Ik las de beschrijving en ik dacht, oh, dit klinkt best wel leuk. Nou, wat een slechte film. Ik snap het einde nog steeds niet. Ik snapte überhaupt heel weinig van deze film. Het was ook niet echt een film met heel... Ja, de acteurs die in zaten, die kende ik wel. Maar ik zei, het was ook niet dat ik zei van... Nou, het is dit een fantastische film. Ik kon mijn aandacht heel slecht bijhouden. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus die vond ik echt geen aanrader. Het was een film... het was een boekverfilming. Nou heb ik het boek nooit gelezen... Maar ik vond de film echt verschrikkelijk. En ik had eigenlijk gedacht dat ik het misschien wel leuk zou vinden. Omdat ik wel meerdere boekverfilmingen heb gezien. Ik vond bijvoorbeeld de Eetclub heel erg goed. En de verbouwing vond ik heel erg goed. Maar deze film vond ik echt verschrikkelijk. Dat was echt geen succes. Ik heb wel de vlog al voor het grote gedeelte klaar. Ik ben nog even verder gegaan met het artikel van Catrice. Dus wat dat betreft ben ik nog wel even lekker productief geweest. Nieuw Amsterdam gekeken, code 37 en dat was het ook wel. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik even mijn boek gelezen. En toen
was ik ook wel erg moe. Dus ben ik lekker gaan slapen. Ja, zometeen. Ik ga eventjes goed stofzuigen en de kattenbakken doen. Want gisteren heb ik natuurlijk niet gestofzuigd. Ik ga even de kleden wassen. Ik wilde eigenlijk de nieuwe kleding wassen. Maar de kleden moeten eigenlijk ook. Maar het is op de hand wassen. Dus misschien red ik het alsnog wel om ook eventjes daarna nog de nieuwe kleding te wassen. Ja, en daarna, ik moet sowieso wil ik even de foto's maken. En ik wil eventjes een stuk van een video opnemen. Want ja, daar moet ik eventjes geen make-up voor op hebben. Dus dat leek me wel even een goed idee. Ja, en dat is het eigenlijk ook wel. Verder niet heel veel bijzonders. Ik ga wel even de groentes doen en het vlees alvast. Maar dan vind ik het ook wel weer mooi geweest. Ik laat je straks wel even zien welke producten ik foto's van ga maken. Maar verder ga ik niks vloggen. Er is code geel afgegeven, dus ik ben benieuwd of het nog komt. Het is hier wel ontzettend warm nog steeds. Dus ik heb wel al de deur en het raam open. Maar er is gisteren wel ietsjes regen gevallen, maar het was niet heel erg veel. En ik vind het nog steeds best wel benauwd buiten. Ze hadden hier gisteravond ook ergens een feestje, want er kwam allemaal muziek naar binnen. Nou, sommige liedjes waren wel leuk, maar er zat ook muziek bij dat ik dacht, moet dit? Maar goed. Ja, ik ga eventjes wat dingen doen en laat je straks even de spullen zien die ik ga fotograferen. Zo, kijk eens even hoe lekker de regen is losgebarsten hier. Ja, echt, dit is echt heerlijk. Wordt hier wel een beetje nat. Ik moet straks wel even droog maken, maar ik vind het nu wel even heel lekker. Ik heb de spullen gepakt voor foto's. Die zal ik even laten zien. Even foto's maken. Groente is klaar, het vlees is klaar. Ik heb alles in de vriezer. Ik moet alleen nog de kippenpootjes in de vriezer werken. Maar ik denk dat het morgen wel past, want dan zijn de rostirondjes er als goed is uit. Maar goed, ik heb even wat spullen. Muis, ga eens even aan de kant, lieverd. Ik ga maar even van de tafel. Ik heb hier allereerst een Perfect Image Fresh Look Duo Pencil van het Kruidvat. Met conceal en highlight. Dus die gaan we eventjes fotograferen. Ik heb hier 4 oogschaduwtjes van Catrice. Ik heb hier allereerst een een beetje een mat kleurtje. Dit is de kleur 300 Take Me To Dessert. Dan heb ik deze. En dit is 290 Getting My Bronze aan. Dan heb ik deze. Dit is, even kijken hoor, 320 Mellow Mauve. En dit hele donkere kleurtje. En dit is de 370 CUB Wine. Dat zijn deze. En dan heb ik hier een aantal lipglossjes van Essence. De Extreme Shine Plumping Lipgloss. En dit is de Extreme Plumping. Dit is de kleur 101 Milky Way. Dit is ook Extreme Plumping. Dit is 104 Nude Moods. Dit is Maximum Volume. Dit is C6 Candy Shop. Dit is ook Maximum Volume en dit is de 08 Gold Dust. Oh, dan is dit denk ik 06 geweest. Ja, het is een nulletje. Nog een Perfect Glow hebben we hier en dit is 201 Magic Match. En we hebben nog een Maximum Volume en dit is de 04 Purple Rain. Hier ga ik even lekker foto's van maken. Ik ga denk ik wel even het raam iets meer dicht doen. Want het waait, gaat een beetje inregenen. Dus dat is niet de bedoeling. Maar daar ga ik even lekker hier foto's van maken. Ik heb de keuken een beetje opgeruimd. Alles even een beetje weg. Ik moet straks nog even een doekje overheen. Maar ik heb vanavond nog wel even wat te doen. Want ik moet nog de afwas doen. Want ik heb gisteravond niet afgewassen. Ik zat wel heel erg te twijfelen of ik het zou doen. Maar hebben dus toen toch niet gedaan. Dus ja. Straks komen de etenspullen er nog bij. Dus ik heb vanavond een beetje een grotere afwas dan dat ik normaal heb. Maar goed, soms moet je ook gewoon zeggen een avondje. Ik doe het eventjes een keer niet. Ik was gisteravond ook wel moe, dus doen we vanavond even. Zo, ik ben er klaar mee voor vandaag. Ik heb 2 handwassen gedaan. De kleden die liggen inmiddels er alweer op. Mijn andere kleed is ook weer lekker fris.
Ik heb de nieuwe kleding die heb ik gewassen, dat hangt nu allemaal eventjes daar, want dat ga ik niet in de droger doen, want het is op de handwas en dat, ja, weet je, dat is zo droog, dat vind ik dan zonde. De kleden zijn wel in de droger geweest, dus die waren al lekker droog. De foto's zijn klaar, ik heb al geïmporteerd, ik heb de meeste fotospullen alweer op kunnen ruimen, zoals de camera en zo, behalve nog de lampen, want die zijn natuurlijk nog warm. Katjes hebben net lekker gegeten. En het regent nog steeds buiten, al komt de zon er ook een beetje tussendoor piepen. Maar ik vind het mooi geweest. Ik ga zo even lekker relaxen. Daarna even douchen, dan ga ik eten. Vanavond heb je een nieuw seizoen van Undercover in Nederland. Dat vind ik zelf altijd een heel mooi programma, dus dat ga ik lekker kijken. Kan ik me wel op verheugen met lekker een kopje koffie erbij. Ik ga sowieso nog even gamen en ik denk even Flikker Rotterdam terugkijken. Dat was gisteravond, dat heb ik dan even opgenomen. Ik moet foto's bewerken en ik ga ervan uit dat het best wel vlot gaat, dat ik nog even wat kan doen aan het artikel van Catrice. Ik moet nog een extra video editen, maar ik weet niet of ik dat vanavond ga doen. Dat is misschien wel het slimste, want die moet dinsdag online komen. Ook even kijken of ik dat voor elkaar krijg. Daarna ga ik... Nieuw Amsterdam kijken en vanavond ga ik weer verder met de 12 van Schouwedam. De 12 van Schouwedam, hoe kom ik nou bij Schouwenburg? Ik heb ze niet helemaal op een rijtje, geloof ik. Nou, Schouwedam dus. Dus daar heb ik ook wel weer zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even lekker wat drinken en dan ga ik eventjes lekker bank hangen. Want ik ben het zat voor vandaag, maar nou ja. In ieder geval, ik ben blij dat ik al een deel van de video erop heb staan. Dus ik, ja, ben best nog productief geweest. Ook al was ik het best wel zat. En ik ga vanavond mijn nagels lakken. Dus dat wordt mijn avond. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 26 juli. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zometeen even stofzuigen. En daarna even filmen. En even bullet journalen. En dat is het ook eigenlijk wel. Verder niet heel veel op de planning. Even lekker rustig aan. Ik heb gisteravond Undercover in Nederland gekeken. Heel indrukwekkend. Het ging over twee oplichters. Die eerste man die lichtte op in auto's. Hij liet auto's omtunen en betaalde nooit. En hij verkocht ook auto's. En dan was er uiteindelijk van alles mee mis. En dan gaf hij geen gehoor meer. Terwijl hij dan zegt bij de aankoop van ja, als er wat mee is, je kan altijd terugkomen. Nou, dat was dus gewoon niet zo. Dus ja, ze hebben hem wel geconfronteerd. Maar het was minder heftig als wat het soms kan wezen. De tweede man die zei dat hij aannemer was. En dat hij dus heel erg goed kon klussen. En... nou, die vroeg een heleboel geld en uiteindelijk liet hij die mensen met de klus zitten. En het gemene was, zij heeft een vrouw opgelicht voor 240.000 euro, waar ook iets mee was. Ik kon niet helemaal de vinger op leggen wat er met haar was precies, maar het kwam erop neer dat ze gewoon een heel makkelijk slachtoffer was en dus 240.000 euro kwijt was. Ja, beslag leggen had ook niet heel veel zin, want ze had wel gelijk gehad van de rechter dat ze haar geld terug moest krijgen. Maar hij speelde het zo slinks dat er op zijn zakelijke rekeningen geen geld stond, op zijn persoonlijke rekeningen niet. Dat hij geen spullen had waar beslag op gelegd kon worden. Hij had gezegd, ja, 50 euro per maand. Ja, ze zei, dan ben je 400 jaar bezig met afbetalen, dan ben ik er al lang niet meer. Dus ja, dat was echt heel erg gemeen. Ze gingen die vrouw uiteindelijk verder nog wel helpen om te kijken of ze hun geld terug kon krijgen. Maar ook die confrontatie was niet heel erg heftig, omdat hij er gewoon als een haasje vandoor ging. Daarna eventjes Flikker Rotterdam. Ondanks dat de herhaling was, vond ik het wel mooi. Ik heb ook even mijn nagels gedaan. Weer roze, dit lakje van Essence. En dit is de 30 Get Ready. Sorry. Dus ook wel weer klaar. De foto's zijn bewerkt. Toen heb ik het artikel van Catrice afgemaakt. Die heb ik nog online gegooid. Toen ging ik Nieuw Amsterdam kijken. Was de laatste aflevering van seizoen 1. Super spannend. Echt heel erg spannende aflevering. Toen eindigde het ook nog eens heel spannend. En toen was het klaar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Vanavond ga ik beginnen met seizoen 2. Super goede serie. Heel blij dat er nog weer een nieuw seizoen van komt.
En daarna de 12 schouwen dan. Maar dat was ook een heel erg spannende aflevering. Dus ik kan bijna niet wachten om vanavond weer lekker verder te gaan met mijn series. Maar goed, ik ga nu eerst even stofzuigen en hun bakken scheppen. En dan ga ik eerst even filmen. En dan zet ik jullie er even bij het bullet journalen. Katjes hebben lekker gegeten. Ik heb even lekker gebullet journaled, op zich wel even lekker bezig geweest. Maar ik ben nu wel een beetje moe. Ik had ook een beetje hoofdpijn vanmiddag. Maar ik had al een aspirintje ingenomen. Maar goed, wel even lekker zo'n middagje. Video's staan erop, dus dat is allemaal top. Ik had gisteravond trouwens nog mijn nieuwe spel gespeeld die ik bij de Action had gekocht. Daar was ik nog niet echt aan toegekomen. Dus ik dacht gisteravond, ik ga hem spelen. In het begin snapte ik het niet helemaal, want het lukte niet helemaal, want hij is Engels. Daar heb ik altijd een beetje moeite mee, maar uiteindelijk begreep ik het. En het is echt heel erg mooi gemaakt. Hele mooie graphics erin en ja, echt een heel erg mooi spel. En ik heb nog geen dieren kunnen helpen, want zover ben ik nog niet. Maar echt heel erg leuk om te spelen. Dus ik denk dat ik vanavond daar ook nog wel even lekker mee verder ga. Want ik vind het wel echt super leuk, ondanks dat het dan wat moeilijker is, maar... Ja, dan denk ik voor 7,95 heb je een hartstikke mooi spelletje die ook nog hartstikke leuk is. Dus ja, daar was ik wel heel blij mee. Ik heb het raam hier dicht gedaan. Het begon heel erg te waaien. Ik hoorde het ook een beetje rommelen. En daar ben ik niet zo heel erg weg van. Ik begon gisteravond ook te onweren. Toen dacht ik, nou, ik gooi nu de ramen dicht, want daar hou ik niet zo van. Ik vind onweer niet erg, maar dan moet ik niet de ramen open hebben staan. Ik ga zo nog even lekker relaxen. En dan ga ik douchen en eten koken. Vanavond heb je weer lekker Ik weet er alles van en de B&B vol liefde. Dus daar heb ik wel weer zin in. Nou ja, ik wil sowieso nog even een spelletje gaan doen. Ik moet even een video in elkaar zetten. En dat is een extra video. Ik moet mijn artikel even schrijven. En dan ga ik lekker verder met Nieuw Amsterdam en de 12 van Schouwedam. Dus op zich wel een lekker avondje. Niet heel bijzonder, maar gewoon lekker relaxed. Dus ja, dat ga ik lekker doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu toch verder niks meer oppakken. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 27 juli. Ik ben klaargemaakt. Het regent nu als een malle en het onweert ook. Ik heb wel het raam openstaan en de deur. Dus ik ga denk ik wel even de deur een beetje dicht doen, want anders wordt mijn rolgordijn heel erg nat. En ik moet er zo door. Ik moet de kliko even ophalen en ik moet ook eventjes het kattengrit wegbrengen. Dus dat wordt even niet zo fijn. En ik heb foundation in mijn jurkje, want ik had het laatste uit het flesje en dat spoot een beetje in het rond. Dus dat was minder prettig. Maar op zich vind ik het wel lekker hoor, die regen. Ik heb gisteren al even met Nathalie gebrainstormd over slagharen. Want dat is natuurlijk een superleuke verrassing. Dus ik had ook al gezegd, ik laat de datum aan jou over. Want ja, ik kan toch altijd. Toen kwam ze gisteren met een datum die ik ook prima vond. Het is nog niet zeker hoor, het is een misschien.
Maar het was wel leuk, dus we zaten al even te brainstormen. Toen zei ze, wil je met mij ook in de zweefmolen? Van die schommels. Ik zeg, ja hoor. Ja, ze zegt, want Frank wil daar nooit in. Die vindt dat niet zo leuk, maar ik vind dat wel heel leuk. Toen zei ze, ja, jij wilt vast wel in de Coltrus. Ik zeg, ja. Zij wist nog niet of ze erin wilde, maar ik ga er sowieso in, want ik vind dat heel erg leuk. Gisteravond heb ik verder even lekker gegamed en ik weet er alles van gekeken. Daarna weer de B&B vol liefde. Ja, ik betwijfel of er echt matches uit gaan komen. Maar goed, dat is iets wat we moeten gaan zien. Ik kan er eigenlijk nog niks over zeggen. Maar ik heb er niet echt een heel positief gevoel bij of zo tot nu toe. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb zelfs nog een video ingepland die al online is. Foto's bewerkt zeg ik nee. Ik heb mijn artikel geschreven. Dus mijn artikel is online gekomen. En ik heb een... de video heb ik al ingepland van de boeken. Dus die is ook al online. Dus op zich wel lekker doorgewerkt. Daarna Nieuw Amsterdam. Dat was eerst best wel eventjes een beetje vreemd. Want je zag niet direct terug hoe het, wat er nou allemaal, wie het overleefd had en wie niet. Er zijn helaas wel mensen bij overleden bij dat ongeluk wat er gebeurde. Maar ja, het was wel een hele mooie aflevering. En daarna had ik de 12 van Schouwedam. En dat was ook wel weer heel erg mooi. Ik ga nu zo eerst even een wasje pakken. Dan ga ik eerst eventjes door de regen naar buiten. Want des te eerder ben ik weer binnen. Want ik zie er een beetje tegenop. Ga ik de kattenbakken doen. Daarna de douche in de gang. En dan zijn we ook wel weer rond voor vandaag. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Ik zet jullie er wel even bij waar het lukt. En dan ga ik dat zo eventjes doen. Ik moet ook eventjes nog de kippenpootjes in de vriezer doen. Want die zijn tot vandaag goed. En die ga ik niet eten. Dus die kunnen mooi even in de vriezer. Maar ik denk dat ik ze even in tweeën voor je. Want het zijn er best wel veel. Dus dan heb ik mooi twee keer kippenpootjes. Dus ik ga dat eventjes doen. En dan neem ik jullie weer mee. Ik ben inmiddels klaar met alles, maar het kaartje van mijn camera die was op een gegeven moment vol. Dus ik kon niet echt verder meer vloggen, dus ik heb het met de telefoon geprobeerd. Dus ik weet niet precies hoe die beelden eruit zijn gekomen, maar ik moet vanavond het kaartje legen. De was die is nog volop aan het draaien. Ik hoop dat die zo klaar is dat hij de droger in kan. Alles is verder klaar. Ik ben wel nat geregend, want ik ben toch door die regenbui in een beetje de donder ben ik naar buiten gegaan. Dus ik dacht, dan is het ook klaar, want anders kon ik niet verder, want het spul moest naar buiten. Het kattengrit en zo, dus ik heb gelijk de kliko even opgehaald. Dus ik ben een beetje snel gegaan, maar ik was toch wel een beetje nat geworden. Maar inmiddels alweer opgedroogd, omdat de binnentemperatuur gewoon nog steeds wel vrij warm is. Het is inmiddels ook gestopt met regenen en het is nu inmiddels weer wat zonniger. Dus ik hoop eigenlijk dat ik vanavond toch wel wat regen krijg. De badkamer is klaar, de gang is klaar, dus verder is alles nu lekker klaar, dus dat is ook wel lekker. Ik ga het nu zo nog even lekker relaxen. Ik hoop dat de was zo klaar is dat ik die even in de droger kan doen. Dan kan ik daarna ook even lekker de bank op. Ik heb net nog even geswitcht, want ik was klaar en ik had verder niks meer te doen. Ik dacht, kan ik wel even een spelletje gaan doen. Dat is altijd wel lekker van de week als je er niet grote schoonmaak hebt. Ja, vanavond wordt het gewoon weer, ik weet er alles van. En daarna B&B vol liefde. Ik heb even Camping Koppens opgenomen. Ga ik daarna dan eventjes kijken. Verder moet ik foto's bewerken en de vlog afmaken. Dus niet heel spannend. Ik ga Nieuw Amsterdam kijken en daarna de 12 van Schouwedam. Maar daar ben ik ook alweer bijna doorheen, want 10 afleveringen is niet zo veel. Maar goed. Het is niet anders, dat komt ook wel weer in orde. Dan gaan we wel weer op zoek naar wat anders. Maar ik heb geloof ik nu nog een afleveringetje of 3, als ik het goed heb. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je daarop klikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt.
Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet om je duimpje omhoog te doen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!